De 50-jarige Italiaan staat naar verluid in de belangstelling van Arsenal en Paris Saint-Germain, waar de toekomst Arsène Wenger en Unai Emery onzeker is. Allegri, wiens contract nog doorloopt tot de zomer van 2020, weerspreekt de geruchten over een vertrek. Alles is afhankelijk van resultaten, vertelt Allegri tegen Premium Sport na het winnen van de Gouden Bench Award nadat hij Juventus vorig seizoen aan de zesde landstitel op rij hielp. Als je wint ben je goed, als je verliest ben je minder goed. Ik heb een contract tot 2020 en ik ben hier gelukkig. Juventus is op koers om de zevende landstitel op rij te winnen, waarbij de ploeg 2 punten voorsprong staat op Napoli.